Nou, ik ben weer verder gegaan met dat zijtabeltje voor in de tuin, wat je ook graag wil hebben. Je kijkt nou tegen de onderkant aan, hè? Dus ik heb daar ik heb het op maat gezaagd. Hij is 60 lang. Nou, die padoekplank ook. En dan komen die poten, die komen dan zo te zitten. Ik zal even van een afstandje filmen. Zo komt het er dan uit te zien. Zo, en dan twee kanten natuurlijk, zo'n pootje. En aan de achterkant wordt die gewoon tegen de schuur aangemaakt. Dus geen vier poten, maar hij komt vast te staan tegen de schuur. Waarom weet ik niet, maar zo wou Joke het graag hebben. Nou, dan gaan we dat doen natuurlijk. Kijk, stel je voor, deze balk die hier nu ligt, die komt tegen de schuur aangeschroefd en dan komt het hele spul er zo tegenaan te liggen. Ah, ik denk dat het wel een leuk gezicht gaat worden. Nou, dat was hem weer even.